Oké. Hey. Good. Hey. Maar jij doet dat misschien voor naar de schoonjongens te kijken, jij? Ja, en voor de natuur. Mijn mountainbike op zichzelf, ja. Dat is ja. Een harde sport, ja, dat wel. Ja. Ja. Ik ga met een Zoom gebruiken, wacht. Dat is altijd gevaarlijk. Je velo in mijn alles steken. In mijn alles. En dat is toch wel een goede velo, hè? Ja, heb je gezien, hè? Ik heb gezien, hè? Dat is een goede Je hebt sûrement fait des murs. Proficiat, ja. Voilà, je hebt fait des murs. Madame Gedot. Gerrit, on doutait un moment, on est parti du tête. Ah, j'étais parti tout vite, je pense, le stress aussi. Mais j'ai dit, allez, je laisse rouler et on va voir qu'est-ce que ça donne. Jamais, comment je dis, jamais, je ne sais pas. Proficiat. Voilà, Terry Panis, Terry, alors, on y croyait cette deuxième place. Ouais, c'est très bien. Hein. C'est tombé le premier tour. Et je pense deux minutes après. Et non, c'est je sais pas, 30 secondes. Allez, voilà, merci. De vos vainqueurs, voilà le troisième. Chris Hendricks. Wij gaan even hier, Jack, over tot een interview met Jacques. Chris, je moet je vragen. Je
Ja, niet volledig. Ik had ergens geklopt om echt kunnen mee te rijden voor de eerste plaats. Ik heb daar een tour of twee kunnen, kunnen doen als ik mee kon rijden voor de eerste plaats. Maar ik voelde al bij de opwarming vandaag dat, dat ik niet super was. Maar ja, ik heb dan kort binnen een paar dagen word ik papa voor een tweede keer. En mijn voorbereiding was niet ideaal natuurlijk. Ik heb vooral rond de zijs en onze tuin getraind. Bergop heb ik al een maand of twee niet meer getraind. Dus ja, dan kom je misschien een beetje verkort. Maar toch nog verdienstelijk gaan we dat zo kunnen horen. Bij deze ook proficiat voor het nieuwe vaderschap. Maar dat heeft inderdaad al. Ik ging zo gemakkelijk, hè? Ik heb gewoon een top, hè? Perfect. Ja, ja. Met deze brengen jij niet op gewoon? Ik zou het gewoon gaan rijden. Ik ben technisch. Ik heb ook zeg ik al. Ik zou de motor voor gaan rijden. Hier, dan mensen met die groep in auto's. Ik heb een vertrouwen. Ik heb een dame, hoor. Eigenlijk het leek een klein beetje modderig, maar het brood waarop we moeten rijden is perfect. Als je daar niet van uitwijkt, dan kan je met een. Ik heb zelf geen modderband achteraan, dan heb je overal grip genoeg. Maar als je achterliggend van een vorm. De premier Chris en mijn collega en mijn kameraad. En hij is zo'n solution comme moi. Et moi je viens de Dan verlies ik mijn tand ook nog, dus ik kan ook wel bij deze regels. Dat zijn allemaal mannen. En ik begon 20 jaar jonger. Dat is mountainbiken, of? Ja, echt. Goed gereden. Meubius. Heel goed gereden.